Goedendag. Ja, de regenpijpen hadden het regionaal gisteren zwaar. Stortbuien zorgden ervoor dat er heel veel water in één keer naar beneden kwam. Op veel plaatsen is er 30 mm gevallen, lokaal zelfs wat meer. En op sommige plaatsen viel het ook wel reuze mee. Nou, deze weersverwachting gaat ook weer over neerslag. Want morgen krijgen we ook te maken met veel regen in een deel van het land. Vandaag geen regen. Het is droog en er zijn flinke zonnige perioden. De temperatuur die varieert nogal. In het noordwesten is het zo'n 20 graden. Aan zee ga je diepe landinwaarts. Dan kom je gewoon weer in de zomerse temperaturen van zo'n 26 tot 27 graden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. En die zorgt ervoor dus dat het met name in die kuststrook net wat koeler is. Morgen krijgen we een ander weerbeeld voorgeschoteld. En dat heeft alles te maken met een storing die vanuit het zuiden komt opzetten. Eerst zien we nog de woensdag. Zonnig weer, maar daar komt die regenstoring aan. En die trekt voor een groot deel over Duitsland en die brengt heel veel neerslag. Vrijdag is dat allemaal weer voorbij. Krijgen we weer een dag met zonnige periode. En ook het weekeinde ziet er goed uit. Maar het gaat om die neerslag van morgen. En daar gaan we eens even in detail naar kijken. En dan moet eens kijken hoeveel neerslag er wel kan gaan vallen in het zuidoosten van het land. Die neerslagmillimeters die lopen op en op en op. En in Limburg, het oosten van Brabant en Gelderland gaan we morgen in de loop van de dag wel naar zo'n 40 tot 50 mm regenwater. En dat is natuurlijk bijzonder nat. In het noordwesten van het land, daar waarschijnlijk helemaal geen neerslag. En in het midden van het land, daar zal het ook gaan regenen. Maar zullen die hoeveelheden over het algemeen wat minder zijn. Dan zijn er natuurlijk heel veel weermodellen. En die weermodellen laten toch echt wel zien dat het zuidoosten van het land met die neerslag te maken gaat krijgen. Met die intense neerslag die langdurig blijft vallen. In het noordwesten, dan is het wel droog. En waar precies de scheiding ligt tussen droog en noord, nou, die zou misschien nog iets zuidelijker kunnen zijn. Toch ga ik er wel vanuit dat Zuid-Holland, Flevoland en ook wel Drenthe met die neerslag te maken gaan krijgen. Daar zal het geen 40 tot 50 mm zijn. Maar daar kan het toch best wel flink gaan doorregenen in de loop van de dag. Want die regen die komt opzetten dus vanuit het zuiden. U kon dat mooi zien in die animatie. En de weerkaart ziet dat er zo uit. In het noorden en noordwesten van het land zonnige periode, 23, 24 graden. In de langdurige regen, ja, dan wordt het waarschijnlijk niet veel warmer dan 20 of 21 graden. En dat alles bij een wind die een noordelijke voorkeur heeft uiteindelijk. Er staat een code geel uit voor neerslag, want lokaal 50 mm water, dat kan ook in de loop van de dag toch wel voor problemen gaan zorgen. Die code geel staat uit voor Limburg, dat was heel duidelijk. Brabant, dat zal vooral de oostelijke helft zijn. En ook in Gelderland, een groot deel van de regio daar kan toch ook wel met die neerslag te maken gaan krijgen. Eventjes goed in de gaten houden. Het is dus niet te vergelijken met het weerbeeld van gisteren, waar we kort die hele felle buien hadden die veel neerslag brachten. Nee, dit gaat in de loop van de ochtend staag vallen en dan blijft dat gewoon doorgaan tot in de avond. Kijken we ook nog even naar de vrijdag, dan is het allemaal weer voorbij. Krijgen we weer een zomerse dag in een groot deel van het land. 25, 26 graden in het noordwesten en noorden 22 tot 24 graden... met nog steeds een wind uit noordwestelijke richtingen. Het weekeinde ziet er stralend uit met hoge temperaturen. 27 tot 29 graden in een groot deel van het land. In het zuiden misschien zelfs wel 30 graden. En na het weekeinde gaat de temperatuur wel weer iets dalen, maar het blijft overwegend droog met zonnige perioden. Nog een fijne dag.